Hey dag, welkom bij Anse Eats productie van de toerisme bij Impact Sundown. En Johannesburg en Nisa hebben ons die meiden zijn in de toekomst. Er zijn twee groepen wat samen van optreden die Turn the Tide Band is. Het is Extreme Vision. En Julian is daar voor de lijn en het was voor Asher. Waar welkom Asher? Bye bye, dank je. Asher, als we net een paar vragen vragen, is het niet. Van vrouw en zo is een beetje meer uitgebreid. Wat is jouw gunsteling kar? Is je droomkar? Dan heb je enige kar kan aanschaffen. Dat is een diep vraag. Ja, ons van niet diep vraag. Man, ik weet niet. Ek sê net my lewe is die mekaar, is ook my, ek het die mekaar kies op jou, maar wat ek wel dink, ek is mal, as ek dink my vrou wat preg is, verstaan, preg is, dink ek nou in een olie stasie. Vir myself, soek ek hy 3 liter TZEF, wat ook al een goed is, Toyota, dit daai rooi lettertjies, my KZEZ, man, met die Prado engine. Jy weet nie, ek baie klank opvat in tour. As jy dan, wat jy, wanneer jy begin muziek, self muziek maak of speel instrumente? Wat in jy speel gitaar? Ek weet jy speel gitaar? Wanneer het jy begin? Wanneer het jy begin met sing? Ja, man in 1968, toe ek gebore is, my maat altyd met ons die kombi kry. Dan het jy altyd vir ons hoed opgeruid en sê vir ons gesê, goed sing jy daar harmonie, daar harmonie, daar harmonie, daar harmonie. En daar het alles begin, van die musicale aanslag en aanvoeling. Maar ek was ons maar uitgekryd as een moffie. Weet ek nou begin klarinet speel, gitaar en klavier. Zo, ek was in een laagskool. Eindelijk hoogschool het my muziekactie begin lief. Maar op hoogschool ja, ek het myself geleer van my boekie af. My boekie speel in een boerenorkest en ek het daar toe bykie boerenakkoorde begin leer. Die gitaar. En toe van daar, ek het klavier op laatst opgehaald tot graad 5. Ek het het gedoop, maar ek het het gehaald. As jy nou kan kies, jy kan vandag in een plek in die wereld te gaan, enige land, vir wegbreek en so vir een maand, want is dit? Ek sal gaan na die Crimea, die Swart See, by die Oekraïne. Oekraïne. Wat praat jy sê, die Swart See? Ja, dat is nie sand nie, dat is nie klom klein klippies. Het maak jou voete baie seer, so jy voel, jy ervaar iets, dat is nie so sacht. Nou was jy al daar met jou voete sê, die plek die wil gaan? Ek was daar, uit die waterfront, wat incredible is, die muziek, dit leef, ek het nog nooit so, ons waterfront hier, so wat ons het, is baie commercieel, daar is het real life, die kunstenaars, die muzikante, die ons wat skulder, is incredible. Natuurlijk daar, niemand verstaan wat jy sê nie, so jy kan lekker skinner. Swartsee, Oekraïne, dan al by Rusland. Nou by Rusland, en wat het tyd van jou, dit sal natuurlijk dan in juni maand. Dit was heel veel oorschrijf, so jy ken daar tyd. Sê maar, as jy, nou hoe kom jy daar uit, jy sê sê kan met vlieg, jy is Londen toe, en dan, jy is van het. Al ongeveer, jy is vlieg Duitsers, of die Londen, so het ons ook doodgemaak het. Jy weet dat die boeren van die boeren van die boeren, 27.000 kruis, ja, of dood in die concentratie. Dood, en as die huidige blij leef het, was ons vandag 15 miljoen. Blankes. Ja, dis nogal een onderwerking. Daar is nie met kat oor. Nee, ek gaan nou moet knip. Asje, wat denk jy van Peter Pan? Dit is sat. Soveel te meer om die Here mee te vertrou. Ja, soveel. Nee, maar ek denk is my pathetisch,
die sielkunde wat hulle het afgeleid. Ek weet die realiteit van die olievate in Amerika en in Saudi-Arabië, maar die feit dat ons, ek weet nou so ek alweer een beetje weer sak, is die realiteit. Jou favorite movie? Me, myself en Irene. Nee. Hier is een moeilijkje, nee. Ek het iets wat my op kop, wat jy dat niet in. Ek het Shrek baie gezet. Favorite actress? Actrice? Ek ken nie iemand. Wat denk jy van... Oh, Meg Ryan. Meg Ryan. Het jy Inner Spice gesien? Het jy Inner Spice gesien van Meg en wat is Amman. Daar was hy so verneekheid. Ja, maar dan was so in die shit, waar die ou ingespuit word, so in die ouste bloed, en dan gaan hy... Nee. Wie wat hier in die ander kant, die Fifth Element gespeel het? Die Fifth Element, die is die mooiste... bene. Maar sê, hier ga ek, dat was mooi. Maar het gaan natuurlijk nie daar oor, het gaan oor die... my karretjie is terug gerei, het is in die licht, het was beautiful. Favorite song? Daar is langs die wolke. Favorite song? Ek ken nie eind. Die song sê. Die eind, maar voor die artiest. God, I love God. Ons allemaal, ons weet dat jy nou accomplished is en John van Noyes na 10 jaar en het ons nou na die duim toe gaan en ons allemaal is opgewonde jou span. Waar sien jy ons oor nog 10 jaar? Die volgende 10 jaar, na 10 jaar geleden. Nog 10. Ek sien. Hulle allemaal is 10 jaar ouder. Nee, dan sien ek dat my derde kid, hulle eerste kid gaan lekker boks. Ja, kleintje is opgewonden. Hoeveel jaar al? Ek weet nie hoe te voel. Ek weet nie. Ek weet dat hy skop en as hy skop by pale toe. Dat is soon. Sê jy, wat ek my wil eindig sê, dat kan ons so 20 jaar vat voor ons huidige... Absoluut. Zuid-Afrika's loskakel is op pad. Bel. Blokkies, hulle gaan blokkies doen. Maar oor die volgende 10 jaar, ek weet nie, is maar net tree vir tree. Al wat ek weet is, dit gaan meer mense wees. En my droom is dat allemaal sal inkoop en het soek een kernteam wat die rest gaan opleid. Absoluut. Asje, ongenaam. Maar dank voor je tijd. Ik heb nog een vraag. Pop idols, wat denk je daarvan? Ik denk dus hoog tijd dat ze de Afrikaanse industrie en de muziekindustrie een snelle opgang maken. Ik denk dat is een goede ding. Ik denk dat alles is premature of die ouderdom alles het inschrijft is mijn great. Ek weet nie einde wat om te sê nie, ek dink het, dis is een rugby speler wat John Aloma, 1920 jaar kreeg een massive fame, het is maar my bekommernis vir elke, die massive, hoe gaan die ouwe individu dit kan hanteer, maar ek dink die competitie en die feit dat ons wel inskryf, en ek weet nie, dit reis die standaard, en sit af, ek dink is baie cool. Ek sal natuurlijk self ook door deel geneem, maar my bestuurder sê, ek is die beskoring. Dankie, Asse. Baie dankie. Ongenaam, wat denk ek?